Gijs is hoefbevangen. En dat is echt heel kut om het zo maar even te zeggen. Zondag wou ik naar Gijs toe. Ik had een heel leuk weekend gehad. En ik wou het afsluiten met een lekkere wandeling met Gijs. Want de bladeren vallen af en alles is mooi. Rood, oranje, mooie kleuren. Dus ik wou lekker wandelen met Gijs. Totdat ik zag dat hij niet naar mij toe kwam in het weiland. En hij komt altijd naar mij toe. En de andere paarden kwamen wel naar me toe en Gijs bleef me achterstaan. En normaal doet hij dat nooit, want hij wordt altijd hartstikke jaloers als de andere paarden bij mij staan. Dus ik had wel zo'n gevoel van, wat is hier aan de hand? En toen liep ik dus naar hem toe en hij wou niet meelopen. En hij liep heel erg moeilijk. Echt onwijs moeilijk. Ik denk, wat is dit nou weer? En ik hoopte dat hij iets in zijn hoef had of zo. Ja, niet dat dat leuk is, maar dat er een steen of een sloef of zo, weet je, dan was dat in ieder geval nogal wat snel op te lossen. Maar er is dus echt uitgekomen dat hij hoef vervangen is. Dat is echt heel kloten. Heel kloten. Toen ik hem zo zondag zag lopen, ik heb gejankt en ik kan dan wel weer janken. Het was zo'n zielig aanzicht. Het was echt heel zielig. Ik zal even wat video's erin doen van hoe Gijs op zondag liep. Nou ja, zo liep hij dus en dat was, mijn hart brak echt heel erg. Ik vond het zo sneu. Dus ik heb direct de eigenaar van Gijs een berichtje gestuurd van Gijs erop kleupel en ik weet niet zo goed wat ik moet doen. En toen zei zij ook direct al van, is het geen hoefbevangenheid, want hij staat steeds in het verse gras, want Gijs ontsnapt dus heel veel. Dus hij staat steeds in het verse gras. En toen moest ik hem op stal zetten, want als het ook maar iets op hoefbevangen lijkt, dan mag je absoluut geen gras en suikers meer hebben. Maar het is dus wel hoefbevangenheid. Ik weet niet of jullie dat horen, maar dat was Gijs dus. Gijs die staat nou op stal, al sinds zondag. En ik vind het heel sneu. En daar wordt ook aan gewerkt, want wij hebben een hele mooie bak hier en die wordt dus in stukken verdeeld, zodat Gijs niet een hele bak heeft. Want Gijs zit nu dus aan pijnstillers en dat zorgt ervoor dat hij nou geen pijn meer heeft, maar hij moet wel rust houden, want anders overbelast hij zichzelf weer. Dus hij mag nog steeds niet een groot stuk voor zich alleen. En aan de zijkanten van de bak hebben we ook gras, dus dat moet ook allemaal nog even afgezet worden. Maar hij komt uiteindelijk wel in de bak te staan, waar ik heel blij om ben, want hij wordt helemaal gestrest hier in de bak. Gisteren, toen ik voorwerk, gisterochtend, was ik even naar hem toe gegaan. En hij stond helemaal te zweten en te trillen. En zo erg vond hij het om in die stal te staan. Want hij heeft zijn hele leven nog nooit op een stal gestaan. Hij staat altijd 24/7 buiten met een schuilstal. En dan moet hij ineens op stal en hij weet ook niet waarom. Waarom hij geen gras meer mag eten, waarom hij niet meer bij zijn vriendjes mag staan. En ik wil Ricky, dat is een andere Shetlander, die wil ik er wel bij zetten. Maar ja, Ricky voelt zich nog wel helemaal top. En het kan maar zo zijn dat Ricky een speelse bui heeft en dat hij wil spelen. Maar Gijs kan dat niet, want Gijs heeft pijn en dat het alleen maar erger en erger wordt. Dus ik weet niet, het is zo moeilijk om te beslissen wat je nou moet doen. Maar het belangrijkste is nu even dat Gijs geen pijn heeft. En op het moment heeft hij veel minder pijn door de pijnstillers. Maar het is nog niet zoals het zou moeten. En hoefbevangenheid heeft een hele lange genezingsproces. Echt heel erg lang. Dus het zal heel lang duren voordat Gijs en ik weer een beetje kunnen doen wat we heel graag willen doen. En zo gaat het dus waarschijnlijk door de dag door. Elke keer als ik dus de
schuur binnenkomen en dan staat hij daar in de stal. En dan wil hij gewoon graag naar buiten en dan wordt hij gek. En hij zit alleen maar te zweten en hij trilt heel erg. En dat is gewoon heel sneu. De dierenarts heeft aangeraden om zijn benen te koelen. Maar daardoor heeft hij het ook heel erg koud, vermoed ik. Niet alleen door het zweten, maar ook daardoor. Want hij staat gewoon heel erg te trillen. En ik vind het gewoon moeilijk. Ik wil wel zijn benen koelen, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Want hij is veel te ongeduldig om met zijn hoef in een emmer te staan. Dus ik zit er nou aan te denken om gewoon echt zijn hoef af te spoelen. En niet zijn hele benen. Want hij zit natuurlijk ook wel aardig dicht in zijn lintenvacht. Dus dat maakt het ook ongemakkelijker voor hem. Ik weet niet zo goed wat ik er verder nog over moet zeggen. Ik wil jullie heel graag meenemen in het proces van zijn genezingsproces. Maar ik weet niet of ik dat kan. Daar de kracht voor heb. Omdat het klinkt zo overdreven allemaal. Maar ik vind het echt heel moeilijk om het hier al over te hebben. Gijs is me alles en ik wil hem niet kwijt. En ik weet dat hoefvervanger best wel een gevaarlijke ziekte is. Mensen die daar niet mee te maken hebben, die weten waarschijnlijk ook niet hoe erg het is. En ik was hier altijd al bang voor. Ik was altijd al bang voor dat dit zou gebeuren. Ik was hier altijd al bang voor dat dit zou gebeuren en het is dan gebeurd en ik vind het vreselijk. Ik heb er alles aan gedaan om Gijs op gewicht te houden en ik weet dat hij is wel te dik. Nou, nu niet meer trouwens, hij is onwijs veel afgevallen, te veel. Maar hij was te dik en ik heb hem zoveel mogelijk in beweging gehouden en ik heb alles eraan gedaan, maar het heeft niet geholpen. Ik weet niet zo goed wat ik nou verder nog moet zeggen. Ik had in mijn hoofd allemaal dingen van dit moet ik zeggen, dit moet ik zeggen, dit moet ik zeggen. Maar nu je eenmaal aan het praten bent is het gewoon moeilijk om het uit woorden te brengen. Ik wil jullie dus meenemen in het genezingsproces als dat lukt. En wat ik dus straks bij Gijs ga doen is even zijn hoeven afkoelen. En dan mag hij de stal weer op. Het is zo sneu voor hem. Hij heeft niks anders. Alles blietjes staan lekker in de wei en hij zit aan mij met eentje in die stal. Ja, ik weet nog niet zo goed hoe ik dit nou moet afsluiten. Maar ik zal even aan jullie laten zien hoe Gijs er nou bij staat in de stal. En hoeveel die ook is afgevallen. Ik weet niet of je dat kan zien, maar als het hem lukt wil ik hem wel even uit de stal halen. Daar zit nog wel wat pijnstillers, dus ik denk dat het wel beter gaat. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, loopt Gijs veel beter nu. Echt gewoon goed. Als ik eerlijk moet zijn, heb ik hem in tijden niet zo goed zien lopen. Maar dat komt natuurlijk door de pijnstillers. De pijnstillers nemen dus alle pijn weg, dat is wel duidelijk. Het is nu heel erg, hoe zeg je dat? Het is nu heel erg uitlokkend om alles met hem te gaan doen, zeg maar. Maar dat is dus hetgene wat ik nou niet moet doen, omdat Gijs nog steeds hoefbevangen is en zonder die pijnstillers dus nog steeds loopt zoals op die filmpjes die jullie niet zien. En dat moet ik even in mijn achterhoofd houden. Ik heb nou even met hem in de bak gelopen en ik heb hem even laten rollen,
Want daar had hij onwijs veel behoefte aan. Ik denk dat hij wel een stuk of 10 keer op de grond is gaan liggen. Maar verder heb ik hem dus ook gewoon weer op stal neergezet. Wat hij echt niet leuk vond. Omdat hij zich natuurlijk nu gewoon goed voelt. Maar hij is nog steeds wel ziek. En dat moeten we even in ons achterhoofd houden. Maar ik hoop voor nu dat het gewoon bergopwaarts gaat. Is dat een woord? Pas wel. Bergopwaarts. En dat de genezing gewoon goed verloopt. Dat hij niet te veel pijn heeft. Dat hij gewoon kan leven op die pijnstillers. En dat zou heel erg fijn zijn. Dus daar gaan we maar vanuit. Nou ja, niet leven op die pijnstillers natuurlijk. Maar in het genezingsproces. Dat hij dan gewoon op die pijnstillers kan leven. Dus ja, het was niet een hele leuke video. Niet een hele leuke update. Voor jullie niet en voor mij niet. Maar ik wou jullie wel even op de hoogte houden. Dus bij deze. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!